Hey, hoi. Uh, deze film gaat over de beeldkunst van de Renaissance. En uh, eigenlijk gaat het maar over één kunstenaar. En dat is Michelangelo. Uh, kun je je misschien afvragen, maar die gast die hebben we toch ook al uh, gehad bij de schilderkunst. En, en dat is eigenlijk het bijzondere dat hij en schilder was, en eigenlijk een topstuk heeft gemaakt, die ongelooflijk beroemd zijn geworden. De Sikstaans Kapel hebben we gezien. Uh, en beeldhouwer, en dat gaan we vandaag zien. En ook echt topstukken die in de top 5 aller tijden staan. En dan ook nog architect was. En die hebben we niet gezien. Maar goed, hij heeft ook nog een gekke architectuur gemaakt. Um, dus uh, nou laten we eens dus, uh, gaan kijken. D dit is niet van Michelangelo. Maar dit is een beetje om, om te laten zien waar het vandaan komt. Deze hebben we al ooit gezien aan het begin van de 15e eeuw, rond 1520. Dan maakt Donatello, wat oudere kunstenaar, dus die wat generaties ouder is dan. Uh, dan Michelangelo. Uh, die maakt deze David. En uh, deze hebben we al gezien. En dan zien we een David die nog vrij stijfje staat. Maar wel een vrijstaand beeld al is. En uh, dat is best wel uh, bijzonder al. Hè? Want we, we kruipen uit de middeleeuwen. En in Italië gaan ze dus al proberen van marmer uh, vrijstaande beelden weer te maken. Net als in de oudheid. Uh, dus dat is iets op je, in, in, zeg maar op je, in je achterhoofd te houden. Dus het opnieuw ontstaan van grote vrijstaande beelden. Er zijn voorbeelden van uit de middeleeuwen, maar niet zoveel. En in de Renaissance wordt het weer standaard practice. Uh, als iemand zegt het is nog nooit gedaan sinds de oudheid, dan moet je wat kritischer op zijn. Want uh, dat is wel gebeurd, alleen niet zo heel veel. Um, maar je ziet, en je ziet uh, David, uh, dat is het verhaal uh, van, van een, een kleine herdersjongen, volgens mij. En die verslaat, als jong mannetje, verslaat hij uh, de grote reus, uh, de vijand van, de, van, van zijn volk, van het Joodse volk. Volgens mij was uh, de, de reus heette Goliath Goliath. Volgens mij was dat een Filistijn, een Palestijn, zeg maar. En, um, en hij, hij versloeg hem met een slinger. Dus um, David hij was natuurlijk niet zo sterk als de reus. En um, ja, het was wel slim. Dus het verstand, de ratio, overwint het op het brute geweld. En dat is ook iets om in je achterhoofd te houden. Want het is natuurlijk niet voor niks dat, dat, dat Florence heel graag die afgeslachte kop van die reus... Um, en dan zo'n triomfantelijk uh, jongetje, zo'n klein, uh, ogenschijnlijk uh, kwetsbaar en uh, nou ja, kansloos jongetje... als winnaar daarboven afbeeldt. Want deze hebben we gezien, maar ietsje later... Uh, maakt uh, don dezelfde Donatello, ongeveer 30 jaar later, deze versie. Vrijstaand, naakt, contraposthouding zien we ondertussen al. Dus is eigenlijk in niks meer een middeleeuws beeld. In heel veel elementen een klassiek beeld. Maar dat is niet het verhaal, want het is een bijbelsverhaal. Uh, de afgehakte kop zien we nog liggen. Nou, we hebben het al be besproken. Uh, en, en weer uh, een, een David. En dan, 50 jaar daarna, is het de beurt aan Michelangelo. En die maakt deze. En, en dit is voor het eerst dat er een David afgebeeld wordt in Florence. Uh, zonder, um, de, zonder de reus. Dus de reus is weg. En, en hier is misschien nog meer uh, uh, benadrukt uh, dat het soort uh, het, het verstand uh, zegeviert uh, op, op, uh, op het brute geweld. Want ja, de reus is zelfs helemaal verdwenen. En, en je ziet ook een, uh, een pijnzende blik in de ogen van David. Hij is niet... Um, zeg maar in, in volle actie. Waarschijnlijk is hij dus... nog niet begonnen aan het gevecht. Hij is zich... Uh, weet je, je ziet die frons in zijn, in zijn voorhoofd. Die diepe rimpel. En hij is zich wellicht aan het klaarmaken voor het gevecht. Um, en, en, en het speelt zich vooral dus af... in zijn hoofd. Het is geen fysieke actie... maar hij is aan het bedenken hoe hij het gaat oplossen. Uh, iets wat in de renaissance... in de tijd van het humanisme natuurlijk een interessante standpunt was. Hè? Dat je uh, de, de innerlijke gedachtegang en de ratio en het verstand van iemand probeert uh, te benadrukken. In plaats van uh, ja, fysieke actie of, of bruut geweld. Dus dat, dat, dat maakt dit een heel krachtig symbool voor zo'n humanistische uh, periode. Um, Michelangelo heeft de opdracht gekregen van, een, uh, van, van de, de bazen van de kerk natuurlijk die kerk die we gezien hebben bij de architectuur, uh, waar die koepel net op gezet was. Uh, in dezelfde tijd dat die koepel werd gebouwd, zo'n beetje, bedachten ze uh, dat, er ook, dat het ook wel interessant was om daar uh, op die kerk grote standbeelden weg te zetten. En er zijn uh, opdrachten geweest. Donatello heeft een, een van de beelden gemaakt, van de twaalf beelden die ze bedacht hadden op die kerk. Uh, nou ja, en en uh, die, is uit, die is uiteindelijk weer verdwenen. Dat was een terracotta beeld. Uh, en uiteindelijk... Komt er nog een tweede beeld en uiteindelijk uh, slepen ze een gruwelijk groot blok marmer naar Florence vanuit uh, de marmermijnen van Carrara. Uh, dat ligt een beetje in de buurt van Pisa. Uh, dat is toch wel een eindje weg, hè, een paar honderd kilometer van Florence af. Dus dat is een gruwelijk grote onderneming geweest om een 5 meter groot blok, de, uh, de, de, David is vijf meter, iets meer dan 5 meter hoog, uh, en dan als een massief blok marmer richting Florence te krijgen. Dat is al gebeurd ergens in de jaren 60 van de 15e eeuw, dus 1467 geloof ik, en dan, of eerder al zelfs. En dan, en dan krijgt er iemand de opdracht om daarmee aan de slag te gaan en die is ook echt flink aan het hakken en die heeft al zelfs dit gat tussen de benen, is het verhaal, al gehakt. En hij had ook een plan met benen in ieder geval, hij had wat hier al wat uitgehakt. En vervolgens heeft hij het plan, ja, of hij is dood gegaan, of het plan is in ieder geval stil komen te liggen. En dat blok marmer, dat lach maar en dat lag maar. En uiteindelijk na 25 jaar echt stil liggen in een, in een achterkamertje... of in een, ja, een binnenplaatje uh, van de bazen van de kerk... bedachten ze, laten we de opdracht geven aan Michelangelo. En die krijgt dan de opdracht om de daven te maken. En je ziet aan deze afbeelding wel, denk ik, dat er toch iets geks aan is. Zie je dat hij toch een beetje plat is op een of andere manier. Dus als je van de voorkant kijkt is het helemaal prima. Van de zijkant zie je dat hij ja, een, een, een toch wat beetje Stijfjes uh, qua houding is en dat heeft dus wellicht te maken met dat blok wat al ja, gewoon heel uh, zwaar begaaid was en dat heeft hij dan uh, een beetje moeten aanpassen en, en hij heeft zijn David er als het ware in moeten modelleren, wat super knap is. Een vijf meter hoog standbeeld, wat perfect is, wat volgens alle schoonheidsidealen is, wat alle oude beelden overtreft, volgens heel veel mensen uit de Renaissance en eigenlijk vanaf, vandaag de dag nog steeds een van de mooiste beelden ooit gemaakt. Is gemaakt met een begaaid stuk marmer. Hij, maakt het trouwens rond, hij krijgt de opdracht uh, en hij begint met hakken in 1501. Dus dat is echt een mooi jaartal, zo precies. Mooi rond, rond het jaar 1500. En Het is drie jaar later klaar. En, uh, en, en bijvoorbeeld is ook dezelfde tijd uh, als het klaar is dat de Mona Lisa, uh, dat Da Vinci begint aan de Mona Lisa. Dus dan heb je een beetje een idee dat ze ja, allemaal ongeveer tegelijkertijd uh, de topstukken uh, worden gemaakt. De bedoeling was dat hij op het dak kwam te staan. Ik heb een afbeelding. Oh ja, hier zie je. Uh, ze hebben een kopie van, uh, van een lichter materiaal. Hebben ze een paar jaar geleden op de dak van, van de kathedraal gezet. Maar hier moest hij eigenlijk komen te staan. Alleen toen die af was, hebben ze, vonden ze hem zo mooi. Dat ze zeiden, ja dit gaan we niet doen. Dan gaan we niet 70 meter hoog wegzetten. Uh, dat er zo'n klein beeldje ergens hoog staat. Nee, we, we gaan hem gewoon op het plein zetten voor het stadhuis. En hij kijkt met zijn ogen, met zijn blik, naar Rome naar het grote, sterke Rome. Eigenlijk was iedereen groot en sterk. Hij had ook net zo goed naar Milaan kunnen kijken. Ook een supergrote superpower in Italië. Uh, en Florence was eigenlijk de David. Hè. Florence was klein en onbetekenend. Maar, maar wel de, de grote, uh, bloeiende stad uh, in de renaissance. En en had ook dus zeker ook wel een leger. Uh, maar ze wilden zich als een, als een soort underdog profileren... tussen het grote Rome en het grote Milaan in. Daarom was het zo'n krachtig symbool voor de stad. Er zijn toch wel wat gekke dingen aan. Um, als je gewoon wat, wat kenmerken bekijkt. Hè? Uh, je ziet uh, de contraposthouding, lijkt me. De, 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 uh, ik had volgens mij, had ik niet een afbeelding met die? Uh, Kalk. Oh ja, deze. Oh ja, zie je. Uh, de, de contraposthouding, weer een, een ontspannen arm, een ontspannen been, een gespannen... Been en een gespannen arm in actie. Die heel erg duidelijke curve, waardoor de schouderpartij en de heupartij uh, ja, ten opzichte van elkaar uh, schuin staan. Dus uh, de contrapposto. Uh, wat natuurlijk vanuit die klassieke oudheid uh, gekopieerd was. Dus het is een Renaissance beeld wat heel sterk, sterk neigt naar de klassieke oudheid. Ook bijvoorbeeld. Um, ik moet uh, deze kant op. Ik zit heel even verkeerde knopjes drukken. Ook bijvoorbeeld de. Um, Um, uh, ja, anatomie natuurlijk, perfecte anatomie. Um, je ziet hier, dit soort mooie dingen, die, die bloedvaten, die hoe heet dat, de aders, en iedere peesje wat in zijn hand steekt. Ieder spiertje, iedere spierpartij is helemaal perfect weergegeven. Wellicht zelfs beter dan dat je nu moet leren als je anatomie gaat studeren. Uh, zie je, ieder, ieder spierbundeltje, volledige beheersing van, uh, van de anatomie. Uh, dus contrapost anatomie. Het is naakt. Um, want uh, ja, in de klassieke oudheid worden naakte beelden gemaakt. We hebben er alleen gezien van David. En ook dit beeld is een, uh, een naakt beeld. En het is zelfs zo. Het is een David. Uh, ja, het is een beetje een gek detail, maar hij heeft een voorheid. Uh, Dan kun je afvragen, ja, Joep, waar heb je het over? Maar het is David. David was een jood. En joden snijden stukken van hun piemel af. Dit beeld. Is dus een David zonder een stuk van zijn piemel eraf, terwijl hij toch naakt wordt afgebeeld. En dat is best wel gek. Nee, het is niet gek, want het is de renaissance. En in de renaissance beeld je naar een klassiek ideaal beelden af met een voorhuid. Uh, als je een piemeltje tekent. Het is wel een klein piemeltje. Uh, tenminste, uh, in verhouding zou je verwachten dat het misschien iets groter was. Maar ook hierin kiest hij voor een expres een klein piemeltje. Om de aandacht niet af te leiden van een soort van ideaal schoonheids. Uh, ideaal van, van het lichaam. Hè? Het gaat om het lichamelijke. Het gaat om het verstand, de ratio. En om dat te benadrukken, moet dat piemeltje wat onopvallender blijven. Iets wat wel opvalt, misschien, is dat het hoofd uh, wat groter is. Iets te groot misschien zelfs en deze hand is ook misschien iets te groot. Dus het ziet er van, van een bepaalde hoek soms een beetje gek uit. Maar bedenk je dat het beeld dus uh, waar is hier moest komen te staan? En als je het beeld van onderaf bekijkt, dan uh, corrigeert hij als het ware een beetje. Anders zou dat hoofd heel kleiner uitzien, omdat het natuurlijk verder weg is dan de benen. En om een beetje dat verkort te compenseren, dat het er toch, ja, vanaf die rare hoek van onderen waar die voor bedoeld was, dat het er toch gewoon netjes uitzag, heeft hij een klein beetje die hand expres groter gemaakt en het hoofd expres groter gemaakt. Dus daar heeft hij wel um, uh, aan gecompenseerd. Dat is trouwens wel, ik vind het wel een mooi verhaal, Michelangelo was een mannetje, een, een, een soort uh, kunstenaar die, uh, die bekend stond om zijn genie, maar ook om zijn dat hij eigenlijk niet goed tegen kritiek kon. En uh, toen de opdracht het, het verhaal is, uh, toen de opdrachtgevers langskwamen in zijn uh, workshop waar hij bezig was om die vijf meter hoge kolos aan te vallen met zijn bijtels uh, en later weet je, met schuurpapier helemaal glad te uh, polijsten. Toen hij bijna klaar was, waren ze langsgekomen en. Uh, er was natuurlijk altijd één arrogante gast die zei: Ah, uh, hartstikke leuk gedaan, Michel. Je ziet er fantastisch uit. Ik zeg: uh, Ik weet het niet hoor, maar ik, ik denk persoonlijk dat die neus een klein beetje. zou misschien een klein beetje kleiner mogen. Iets, iets wat uh, eraf. Maar ik weet het niet hoor, maar ik zeg gewoon uh, wat, ik, wat, ik, wat ik zie. Maar, uh. Dus die wilde natuurlijk heel erg graag laten zien dat hij ook verstand ervan had enzovoort. En Michelangelo had wel, uh, nou, was natuurlijk super arrogant en hij dacht, ik ga zeker niet luisteren naar zo'n klungel als jij. En wat hij toen gedaan had, was hij pakt een handje vol met gruis wat op de grond lag. Dat is natuurlijk zo'n workshop, dat is één grote teringzooi met afgebroken chips met uh, marmer. Dus hij pakt een beetje gruis van de grond, loopt zo'n laddertje op, vijf meter hoog, dus dat is een stukje ervan aan. En hij um, doet net alsof hij zeg maar, tikt op de neus en ondertussen laat hij voorzichtig een beetje van dat gruis vallen. Alsof hij echt een stukje van de neus aan het afhakken is. En dat doet hij zo'n tijdje. En daarna komt hij naar beneden. En dan zegt hij tegen de man. Zo, ja inderdaad, je hebt wel gelijk denk ik. Ik denk dat het zo'n stuk beter is. Denk je niet? Ja, ja zeker. Zeker. Stukken, stukken stuk beter. En die man was super trots dat hij de grote Michelangelo als het ware nog kon verbeteren. En Michelangelo dacht. Wat ben jij een loser. Uh, dus uh, nou ja. Um, de topwerk hè, de David. Fantastisch werk. En um, kijk hier, zo'n hand. Alle details. Vijf meter groot beeld. Dus hoe groot is zo'n hand? Die hand is misschien 30, 40 centimeter groot. Een kolos van een hand. Uh, hij mocht het beeld maken omdat hij dit beeld had gemaakt. En ik moet zeggen, dit beeld vind ik nog mooier dan de David. Ik vind het zo'n intens mooi beeld. Um, dat je er lang naar kan kijken. Alleen, dat kan dan ook weer niet. Want uh, het staat in Rome, in de Sint-Pieter, achter kogelvrij glas. Want het is een keer aangevallen door een uh, aardrijkskunde-leraar met een uh, hakbijl, met een hamer. En die heeft er allemaal stukken uit uh, staan hakken. Eerlijk gezegd, ook, um, ook de David is uh, ooit aangevallen. Zijn tenen zijn uh, met een hamer aangevallen. Uh, dus er is iets met beelden aanvallen. En Schilderijen aanvallen. Dan gaan we nog veel vaker zien in de kunstgeschiedenis. Uh, maar dit beeld is ook uh, beschadigd, volgens mij het hoofd. Het is helemaal gerestaureerd, maar om alle ja, zwakzinnige aardrijkskundendocenten, uh, ik noem geen namen, uh, een beetje uh, in ieder geval op afstand te houden, hebben ze er kogelvrij glas voor gezet. Dus je kan er niet zo heel dichtbij komen. En dan staat er nog een hele kudde met toeristen voor. Ja, dat zal deze maanden wel minder zijn, maar uh, normaal gesproken. Uh, en je kan hem dus eigenlijk alleen van voren bekijken. En een klein beetje van de zijkanten. Het zijn twee zijkapelletjes waar je zo schuin kan kijken. Dus t, het is een lastig te bekijken beeld. En ja, niet zo goed te bewonderen als dat je zou willen. Uh, want het is prachtig. Het, het heet een Pieta. En, een, en je zou het vrij kunnen vertalen met de bewening van Maria. Dus Jezus is van het kruis afgetrokken. Die is morsdood. En die ligt in de schoot van Maria, die treurt om het verlies van haar kind. En volgens mij is er geen groter verdriet dan het verdriet om een dood kind. Dan kun je je afvragen, Na, naast dat je denkt van, hé, hey, die Jezus ziet er ook al een beetje langgerekt uit. Zeker. Uh, dat is zeker een truc die hij toepast om hem nog dramatischer, doder te maken, zeg maar. Dat, soort, dat lange, uitgerekte, slappe lichaam, uh, maar wel met een perfecte anatomie. Uh, en die gaat in zijn handen. Um, maar je kunt je afvragen. Kijk hier. Hallo, kan je dan beeld houden of niet? Het is bijna een foto van een mens, hè? Je kunt je afvragen: dat hoofd van Maria. Hoe dan? Maria was. Laten we zeggen dat ze zwanger geschopt was door God. toen ze net. Ja, was. was deed God het met minderjarige vrouwen? Dat kun je dan afvragen. Um, ik weet niet wat in die tijd normaal was om kinderen te krijgen. Laten we zeggen: 16 and pregnant. 2000 jaar geleden. En God dacht bij zichzelf: nou, dat is een schoon En ze is al 16, dat moet kunnen. Wellicht, hè? Maar op zijn vroegst. Laten we, ik bedoel, Maria was geen 12 jaar oud. Jezus werd een jaar later geboren. Toen was ze 17. En, en hij ging op zijn 33ste dood, volgens de Bijbel. Volgens mij 33ste. Nou, als je de welke optelt, dan kom je aan een vrouw van rond de 50 jaar. En met alle respect, maar dit ziet er niet uit als een vrouw van 50. En dat is een tip. Die ik heb voor iedereen. Vooral voor de vrouwen. Uh, want dat is natuurlijk ook gevraagd aan Michelleke. Ze zegt, hey Michelle, Michelangelo, dat is een hartstikke schoon beeld. Maar is het niet een beetje raar dat die uh, Maria, die is 50 jaar. En uh, jij beheert er gewoon af als een vrouwke van 20. En dan zei hij, nou, dat zit zo. Vrouwen die maagd zijn. Onbevlekt zijn. Geen seks hebben gehad. Alleen anders dan met God. Maar ja, daar kon je niks aan doen. Uh, dus geen seks hebben gehad. Die blijven... Voor altijd zuiver en die worden dus niet oud en verlept. Uh, dus, uh, nou ja, dikke tip: doe er iets mee als je wil. Uh, mocht je uh, zeg maar een soort uh, schoonheidskuurtje willen, dan, uh, dan weet je wat je te wachten staat. Um, hij heeft nog iets gedaan en dat kan je hier zien. Het, het verhaal is dat. Ik weet niet of het waar is, maar het is wel een mooi verhaal. Het verhaal is dat er twee mannen. Uit Venetië of zo, die stonden voor, de, voor het beeld waar die geplaatst stond. Volgens mij nog niet meteen in de, in de, uh, in de, in de Sint-Pieter. Um, want uh, die was nog niet gebouwd, dus dat is uh, lastig als je in een kerk zet die nog niet gebouwd is. Uh, dat, nou stond er natuurlijk wel nog de oude Sint-Pieter, maar ik, ik weet het niet 100% zeker waar die in eerste instantie weg is gezet. Um, maar stond het, hij was wel te kijken, um, te zien voor. Uh, mensen En mensen kwamen er naartoe en het was ja, een sensatie. Dus er kwamen duizenden mensen naar kijken naar dat prachtige mooie beeld. Dat super luxe beeld van die twintiger. Hij was nog uh, 25 of zo toen hij dat maakte. Uh, maar niet iedereen kende Michelangelo. Dus dat waren twee Venetianen en die stonden te kijken. En Michelangelo uh, was, uh, die wilde natuurlijk de likes hebben enzovoort. Maar ja, in die tijd had je dat nog niet digitaal. Dus hij moest er een beetje bij gaan staan. En hij stond zo'n beetje door te luisteren naar wat mensen over zijn beeld zeiden. Wat ze voor likes hadden enzovoort en comments. Uh, en die twee mannen die stonden van: Ja, het is echt fantastisch, fantastisch. Dat um, was toch gemaakt door die, uh, die, uh, die kunstenaar uit Bologna? Die uh, uh, weet ik veel, hoe hij die ook alweer? En dan noemden ze een naam van een of andere kunstenaar. Ja, ja, volgens mij wel. En toen dacht ik me Ja, verdomme. Heb ik hem helemaal uit de naad gewerkt? En dan noemen ze er gewoon een andere naam voor. Het verhaal is dat hij s'nachts terug is gegaan naar dat beeld met zijn bijteltje en dat hij in die scherp van Maria, zie je staat, Michelangelo Bonarrotus, dat is zijn achternaam hè, Bonarotti. Uh, en dan staat hier Florencia of zoiets dergelijks, Feciba. Dus uh, Michelangelo Buonarroti uit Florence heeft dit beeld gemaakt. Hij heeft het dus gesigneerd. Daar schaamde hij zich later schijnbaar voor, want hij heeft later nooit meer werken gesigneerd. Hij vond het net iets, iets te ijdel, uh, maar het is wel bijzonder. Wat jullie leren natuurlijk over de Renaissance ook bij andere vakken: dat het een tijd is dat kunstenaars hun werk gingen signeren... en uh, dat ze zelf bewuster werden. Nou, daar is helemaal niks van waar. In die zin dat Michelangelo eigenlijk helemaal niet zoveel gesigneerd heeft. En Da Vinci ook niet. En Raphaël ook niet. Uh, en dat zijn toch de grootste. Um, van Eyck heeft wel veel werken gesigneerd. Dat is, zou ik zeggen, de Noordelijke Renaissance. Maar het feit dat kunstenaars wel anders gezien werden dan uh, in, in middeleeuwse ambachtsman... Het toont wel, dit toont wel aan dat, dat hij op een ander niveau werkte. Dat hij zichzelf echt als een genie zag. Vergeleken met uh, ja, middeleeuwse kunstenaars. Er zit wel zeker een verschil in, in wat zij van zichzelf vonden. Um, en kijk, uh, ook, ook hier zie je: dat, Dit is een hele zeldzame foto van Jezus van boven. En dan zie je dat die, uh, dat die schoot van Maria net iets te lang is. En dat valt niet zo op als je van een afstandje kijkt. Dan zie je dit en denk ik ja, is prima. Maar als je van boven kijkt, dan denk je ja, dat kan helemaal niet. Die Maria is eigenlijk een reus van 2,5 meter. Um, en ook dat weet Michelangelo. En hij camoufleert het door haar in een hele dikke draperieën te zetten. van Die hele dikke stof die eigenlijk niet bestaat, maar vooral voor de beeldhouwer gebruikt wordt om te laten zwieren en, en diep uit te hakken. dat er veel contrast ontstaat. Uh, maar ook om te camoufleren dat haar benen eigenlijk veel te lang zijn uh, om, om die Jezus uh, op schoot te dragen. En dat kan je vooral goed zien vanaf dit standpunt. Hè? de een soort een grote reus met een kind op schouder. Uh, een soort uitgerekte bovenbenen. Um, nog een paar werken van Michelangelo. Hij heeft de, de baggers gemaakt voordat hij die Pieta maakt. We gaan eigenlijk terug in de tijd. Uh, en uh, nou ja, dit is het beeld helemaal. En dat had hij gemaakt. Het is nog steeds is te zien in Florence. Fantastisch mooi beeld. Maar hier zie je dat hij heel kritisch werd. Want hier ging het fout. Hij was aan het beeld houden. En toen hij bij het hoofd aankwam, ontdekte hij een ader. In het marmer. En dat is een soort blemish, weet je, een soort uh, aardbeienvlek die je cosmetisch zou moeten camoufleren met make-up. Maar ja, het is een marmeren beeld. Dus uh, nou, hij heeft het wel afgemaakt, maar hij dacht: ja, dat gaan me nooit meer gebeuren. En toen was hij super kritisch op de volgende beelden die hij maakte. Dat hij fantastisch mooi, het witste, witte marmer, zonder, eh, zonder uh, blemishes, zeg maar. zonder, uh, zonder aders erin, van wat donkerder uh, marmer. En uh, dat is ook bijzonder, een beeldje wat hij tegelijk met de David maakt, is dit beeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ja, ik ben niet zo onder de indruk van het beeld als je het vergelijkt met die andere beelden. Maar wat hier bijzonder aan is, is dit, dit is het enige beeld van Michelangelo wat buiten Italië staat. Het staat zelfs vlakbij ons in Brugge, gewoon in België. Dus het enige land wat in Michelangelo bezit, een beeld buiten Italië, is België. En die kunnen we gaan kijken, dat moeten we op onze bucketlist schrijven. Uh, een echte Michelangelo. En dit zijn de beelden. Dit is een beeld dat hij maakte. voor het grafmonument van die paus. Ik heb jullie verteld over de Sixtijnse Kapel. De Sixtijnse Kapel was een, uh, was een project. waar hij. Uh, ja, hij was eigenlijk bezig met een grafmonument. beeldhouden. Daar moest hij mee stoppen van de paus. Want hij was bezig. Uh, ja, hij moest dus dat plafond gaan doen. En dat heeft hij vier jaar gedaan. Later is hij wel terug gaan werken. aan het grafmonument. Maar het is nooit meer afgekomen. En dat is misschien wel goed ook. Want het hoofdbeeld. Is afgekomen, of in ieder geval hij heeft het wat aangepast. En dit is uiteindelijk het grafmonument van die paus geworden. En uh, die ligt hier begraven in een klein kerkje in Rome met een beeld van Mozes. Ik vind het zelf een super krachtig beeld, waar ik iets meer over te vertellen is, maar dat doen we even niet. Want dit zijn beelden die hij maakte voor het grafmonument, die nog niet af waren. En heel veel mensen houden hier super erg van, want dit zijn beelden waarin je het handschrift van Michelangelo ziet, het, het hakken. De bijtelsporen, hoe dat hij te keer ging, hoe dat hij die beelden eigenlijk bevrijdde uit het marmer wat er omheen zat. En uh, allemaal dingen die, nou ja, die we later erop hebben geplakt, omdat we dat nu super fascinerend vinden. Hoe beeldhouwers bezig zijn met dat ruwe marmer en dat langzaam, dat uitkleden van alles wat, wat Michelangelo zelf zei. Uh, de beelden heb ik niet. De beelden zijn er al. Ik bevrijd ze alleen uit het marmer waar ze in zitten. Dus hij ziet eigenlijk als het ware al het beeld voor zich. En hij hoeft alleen maar alles wat overbodig is weg te hakken. Ja, uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uh, nou ja, zo benadert hij de beeldhouwkunst. Uh, en uh, als ze dus niet af zijn, dan krijg je bijna hele moderne beelden. Van half lichamen, half rots. Zet je contrast in, in, in materialiteit. Wat we nu in, in onze moderne tijd juist super vet vinden. Dus deze beelden ook zeker naar gaan kijken als je ooit een keer in Florence bent. Uh, zeker de moeite waard om. om ja, om zijn, zijn beitelsporen en zijn handwerk te zien. Uh, ja, tot zover uh, de beeldkunst van de Renaissance.